Goeiedag, ik ben Vincent Abers, intuïtief projectleider invoering REF. Ik wil u iets vertellen over wat u kunt verwachten van de aanpak van de invoering REF voor de komende maanden tot aan datum inwerkingtreding omgevingsrecht. Maar eerst iets over het wat en het waarom van het REF. Het REF is het Register Externe Veiligheid, juridisch gebaseerd op het BKL, de Omgevingswet. En het schrijft voor dat het gegevens bevat over risico's en risicobronnen van externe veiligheid. En externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's van brand, explosie en gif. Het bevoegd gezag is bronhouder. En dat betekent dat ze een aanleveringsplicht heeft per 1 juli aanstaande voor het leveren van die gegevens. Maar het bevoegd gezag, en daarvan afgeleid ook de omgevingsdienst, is ook belanghebbend gebruiker. Want externe veiligheid moet worden ingebed in het beleid, omgevingsbeleid en in de uitvoering VTH. En daarom hebben we er ook belang bij dat je juridisch de juiste gegevens hebt. Nou is het aanleveren van die data per 1 juli aanstaande een stevige uitdaging. Ten eerste omdat de verzameling van die gegevens een behoorlijke klus werk is. Dat heeft de impactanalyse en onderzoek van ODNL ook wel uitgewezen. Het tweede is dat het applicatielandschap van de meeste gemeenten en OD'en nog niet is toegesneden op het REF. En dat maakt het dus lastig om gegevens op te slaan, maar ook om ze aan het REF aan te leveren. En het derde is dat de aansturing van deze klus en het organiseren daarvan nog niet overal goed is ingeregeld. Niet binnen gemeenten en OD'en, maar ook niet tussen gemeenten en OD'en. Dat maakt het voor zowel de inhoudelijke mensen als lijnmanagement als informatiemanagement een opgave is. Maar daar willen we ook iets aan doen, interbestuurlijk, en daar volgen nu een paar plaatjes over. Om te beginnen de gegevensverzameling. Tijdrovend en een poging om die tijdrovendheid in te perken. De werklast te verminderen. En dat gebeurt over twee sporen. Het teamref doet een conversie van de bestaande gegevens uit het RRGS. En ten tweede wordt gewerkt aan voorinvulling van nieuwe gegevens. En dat betreft het met name propaantanks, windturbines, gasmeter- en regelstations en kwetsbare gebouwenlocaties. En het team REF werkt nauw samen met mensen uit de werkpraktijk. Dat is ook in onze interbestuurlijke samenwerking. Mensen uit de werkpraktijk die onder andere met de CNS-kaart veel ervaring hebben opgedaan met conversie, met voorinvulling en alles wat erbij komt kijken. En we denken dat we over de aanpak en de planning en de resultaten ervan medio februari iets kunnen melden. Op het punt van ICT werkt het team REF aan een tijdelijke softwarevoorziening. Bedoeld om gegevens te kunnen opslaan en technisch te kunnen koppelen en te kunnen leveren. En dit biedt gemeenten omgevingsdiensten die dus niet een passend applicatielandschap hebben, een alternatief voorlopig. En dat alternatief wordt in een paar scenario's uitgewerkt en daar kunnen we eind februari iets meer over zeggen. Als het gaat over de organisatorische kant, dan is het dus nodig om aansturing en organisatie te doen op die punten van gegevens in ICT en inbedding in beleid en uitvoering. Maar daarvoor is nodig dat er afstemming is, dat er zakelijke afspraken worden gemaakt en dat mandatering van bronhouderschap en financiering van het werk formeel wordt geregeld. En dat geldt dan zowel binnen gemeenten en OD'en als tussen gemeenten en OD'en. En de handvatten daarvoor denken we eind februari te kunnen geven. Dit is nu de eerste communicatieve inzet en we denken daar de komende tijd meer aan te gaan doen via de verschillende kanalen zoals u die wel kent, VNG Forum, een webinar, en de sociale media en natuurlijk de bestaande netwerken van de verschillende partijen. Dus graag tot de volgende keer en dank voor dit moment.